trommels, spandoeken en applaus. Het personeel van het Anna-ziekenhuis in Gelderop voerde woensdagmiddag actie. De maat is vol bij medewerkers. Er moet loon bij en de werkdruk moet omlaag. De onderhandelingen zijn stuk gelopen zoals jullie gehoord hebben. En we zijn eigenlijk boos. Wij voelen ons in de steek gelaten. Ook wij hebben last van de inflatie. Nou, wij hebben ook behoefte aan een beter salaris daardoor. Het ontbreken van een goede cao baart het ziekenhuispersoneel grote zorgen. Nou, wij zijn bang dat dadelijk de zorg nog meer leegstroomt. We hebben al tekorten in personeel. Dat zal alleen maar oplopen. En daar maken we ons ernstig zorgen over. Te weinig handen aan het bed, minder tijd voor een gesprek, minder tijd voor een zorgmoment. Dat soort dingen. En daarom ging het ziekenhuispersoneel de straat op. Met een duidelijk doel voor ogen. Wij willen gewoon dat er weer onderhandeld wordt voor een betere cao. Concreet, de NVZ en de bonden moeten weer om tafel voor een beter bod. Het is een totaalpakketje, niet alleen meer salaris, maar ook bijvoorbeeld de kilometervergoeding. Als ik hoor in andere sectoren dat dat al 19 tot 21 cent is, nou, wij zitten hier in de zorg op 8 cent. Het blijft niet bij deze ene actie. Half maart volgt er een landelijke staking. Ook collega's bij het Catharine Ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum voeren dan actie.